Paul, kun je die linkerdeur opengooien? Uit deze zeecontainer komt het beeld vanavond. Jan-Jan Lowijs zorgt ervoor dat alles goed voorbereid is voor de film. Maar zo makkelijk gaat dat niet buiten. We projecteren natuurlijk in de buitenlucht, in de open lucht. En er is nu nog te veel omgevingslicht. Als je in een bioscoopzaal zit, is het helemaal donker. Geen ramen, niks. Je bent hier gewoon afhankelijk van het feit dat het buiten donker wordt. En dan pas kun je film kijken. Het is voor de bezoekers dus nog even wachten tot de zon ondergaat. Maar er staat ze iets heel moois te wachten. Tijdens Pluk de Nacht worden hele bijzondere films vertoond. De reden van de organisatie waar het ooit mee is begonnen is... zij zagen films op filmfestivals die ze zelf heel tof vonden... maar die in Nederland door geen distributeurs werden uitgebracht. Nou, dat vonden ze heel zonde. Dus toen dachten ze, nou, daar moeten we een podium voor maken. Dat podium bestaat ondertussen al 11 jaar, maar strijkt dit jaar voor het eerst neer in Utrecht. Nou, het lijkt me donker genoeg. Laten we het zaallicht aan doen. Langzaamaan begint het te schemeren en daardoor wordt het ook ietsje kouder. De bezoekers op de vele strandstoelen en kleedjes voelen daar gelukkig niks van. Ik dacht op het laatste moment dat het slim was om een jas aan te trekken. Dus so far so good. Ik had het straks kouder dan nu en ik ben goed voorzien in de warme kleding en dekentjes, dus dat komt wel goed. We zijn net de hele tijd bij die brandpaal geweest en daar hebben we ons opgewarmd. Zijn we op het laatste moment hier gaan zitten. Rond de klok van 9:30 is het dan zover. De zon is onder, dus kan de film beginnen. Hij draait. Pluk de Nacht in Utrecht is van start. Hij is helemaal goed gegaan.